Hoe lang denkt u me hier vast te houden? De commissaris is ingericht. Hij komt eraan. Het lijkt wel alsof ik in een Amerikaanse film terecht ben gekomen. Gaat u me dadelijk ook nog mijn rechten voorlezen? Kan ik telefoneren? Waar is hier de telefoon? Naar ik begrijp, rende u midden in de natuur, ver van alles en iedereen, in de stromende regen. Zonder regenjas, zonder portemonnee, zonder paraplu, zonder papier. En wat wordt het onderwerp van uw nieuwe boek? Het wordt toch geen interview, hè? Als u mij zo goed kent als u zegt dat u doet, dan weet u dat ik die al jaren niet meer geef. Zeg, ik zou graag willen dat u mij vertelt wat u vandaag gedaan heeft. Vooruit, uw naam. Uw naam, een simpele vraag. Ik zeg niets meer voordat ik een telefoontje mag plegen. U kunt niet telefoneren, u mag niet telefoneren. U zult niet telefoneren. Ik heb recht om een advocaat te bellen. Ik beantwoord geen enkele belachelijke vraag meer zonder de aanwezigheid van mijn advocaat.